Maar ja, ik ben er blij mee. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stelman van den Werf. Het is nu 9:05. Ik sta nog in mijn BH en in mijn slipje, want ik wil jullie wat laten zien. Yep. En dan moet ik zo meteen even naar mijn andere kamer te lopen. En dan moet ik het filmen via mijn spiegel. Maar ik wil even mijn litteken laten zien. Maar ja, ik wens jullie heel veel kijkplezier gewenst vandaag weer. Zo, daar zijn we aanbeland. Ja. Zoals meerdere van jullie weten, heb ik dus een operatie gehad, een buikwandcorrectie. Ik heb hem eerst vanaf daar naar daar gehad. Kijk. En toen kreeg ik een stuwing hier. Dus het werd dik en dat ging hangen. Dus het ging hier echt hangen. Dus dat ging zeer doen. En nu heb ik hem dus van daar hier naar beneden toe. Moet je eens kijken hoe mooi dat dus aan het helen is. Kijk eens mensen. Ja, ik heb dit wel, maar dat is gewoon puur vocht wat hier nu zit. Maar moet je eens kijken. Ik heb een hele kleine mini naveltje hier. Maar ja, ik ben er blij mee. Maar dat ga ik jullie even laten zien. Zo, ik ben bezig voor school, voor de administratie. Dus ik ga nu even de kinderen tellen. Hoeveel wij verwachten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 18, 18, 18. En voor deze klas op dit moment? 18. En dan ga ik naar de volgende klas weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19. Dat is voor 1-2-D, ja. En nu voor 1-2-E, gaat lekker zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22. Zo. En zo heb ik nog een paar klassen te gaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 3, ah, oh, ben ik alweer beland. Ja, gaat hard. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Zo. Even kijken. 3 ben je alweer, ja jongens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20. Ik laat jullie even zien wat ik dus doe. Moet ik even een andere papiertje erbij pakken. Hartstikke idee. Oh, naar die heen. Voor de namen even af te schermen vanzelf. Wat ik doe. Zoals je ziet heb ik hier heel veel bolletjes. Dit is een maandag geweest. Die zijn al ingekleurd. Nu heb je hier dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik tel dus de bolletjes en van de dinsdag. En dat schrijf ik dus hier op. En dan de overblijfmedewerker moet het dan weer hier op schrijven, net als hier. Maar maandag is altijd een hectische dag. Dus ja, dan komen we dus daar eigenlijk niet aan toe om dat te tellen. Nu wel, want ik heb het mee naar huis. Dus dan kan ik dat wat iets makkelijker tellen. En dit is dan weer voor 4A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 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 22. Doe ik gewoon even zeggen, want ik weet. 22, 23, 24. Dat weet ik. 24. 4A. En dan krijgen we alweer 4B. Nou, ik ga nog even verder en dan check ik jullie later. Ja, nou, ik ben dus al op school. Nou ja, op school. Ik sta nu op dit moment op het schoolplein. Deels. Want ik heb zometeen een gesprek om 11 uur met Daad. Yep. In verband en met een nieuwe coördinator, Trisha. Want ik wil dus eigenlijk, ja, dat zou ik eigenlijk gisteren al zeggen, maar daar ben ik helemaal niet mee toe gekomen. Omdat ik gewoon zo moe was, zo leeg. Want ik wil dus eigenlijk proberen hier op school de medewerker van de week of van de 2 weken of van de maand te krijgen. Van de maand, en dat gaat een beetje moeilijk, want we hebben bijna 30 collega's, dus dat gaat heel moeilijk. Dus ja, dan probeer ik toch wat anders. Dus medewerker van de week. Maar dat wordt niet door Vaat afgeketst, want die vindt het alleen maar goed. Maar dat wordt wel en door de nieuwe coördinatrice afgeketst. Want ze wil geen verdeeldheid. Maar ze wil wel dan een cake kopen en dan voor iedereen. Want dan krijg je namelijk geen verdeeldheid. Dus dan geeft mijn gevoel al van, nou ja, ik heb helemaal geen zin om naar school te gaan. Om de overblijf te gaan doen. Dus daar ga ik nu met Vaat over praten. Strakjes. Ik hoop dat dat weer een goede wending gaat krijgen. Maar jullie, ik hou jullie sowieso op de hoogte. Ja, een hele goede middag allemaal. Ja, ik ben dus weer thuis. Ik ga nu even richting beauty. Lopend, ik heb 2 eierkoeken lekker bij me. Dus ik ga nu eerst even lekker beauty ophalen. En nou, ik heb een heel goed gesprek gehad met Vaat en Claudia. En het is nu even afwachten hoe het gaat. Dus, en dan kom ik ook nog een collega weer tegen. Dus die zegt dan van ik ben het. Ja. Maar altijd! Ik loop altijd in te vloggen, weet je toch? Ik loop altijd in te vloggen, Trace. Ja, nee, nou nu zie ik je. Ja. Nu, en nu eens een keertje wel, ja. Maar jij wil niet op beeld, hè? Nee. Nee, dat dacht ik al. En toen liep ik hier alweer bij de school. Ik zou dus beurtje ophalen. Maar toen kwam ik dus, wat ik al zei, mijn collega tegen. Dus daar heb ik verder een tijdje mee gepraat.
Toen zag ik hier bij de school dat ze dus weer een nieuwe beveiliging hebben. Dus daar heb ik ook nu net even weer even mij voor gesteld. Ja, gaat goed. Even gezegd ook wat ik hier doe. Zodat hij het weet hoe en wat. Ook erg handig, toch? En dan ga ik Beauty ophalen, bijna 20 minuten later. Hè? Ja, ik had er al lang al kunnen wezen. Ik had er al lang al fijn kunnen hebben. Onderhand. Maar ja, ik loop ook zo meteen hier gewoon weer langs met haar. En dan ja, kan ik dus waarschijnlijk wel of niet vloggen. Lekker naar je zus, hè? Hey, Beauty, kom eens hier. Hi, kom maar, kom. Lekker naar je zus toe, hè? Ga mee? Ja, plassen moet ook gebeuren. Kom maar, goed zo. En zoals jullie zien heb ik dus inderdaad Beauty bij me. Ja. Dus. Best wel even gezellig. Neem ik weer even lekker mee naar mij. Hé, wijfie. Jij. Lekker even naar je zus toe, hè. Ja. Nou, jullie zien mij zo thuis. Is niks, is oké. Okay. Wat doet hij nou dan, hè? Is ook soms ook een ettenbak, hè? Hoi, hoi. Dit dan, mensen. Oh, je staat er net op. Beauty. Beauty. Hi. Beauty. Nee, hey. Je bent mooi. Net als die kleine rode rakker. Is niks. Is er niks hoor. Nee, is helemaal niks. Nee. Is helemaal goed. Ja. Nou, zoals jullie zien heb ik dus weer lekker Bobby.
Ja, volgende week heb ik jou even op bezoek. Ja! Yeah. Hondenuitlaatservice. Karin! Kun je even je hond niet uitlaten? Ja, ik zou zeggen, contacteer mij. Hè? En ik laat je hond wel uit. Geen enkel punt. Bij Gamma. Nee, bij Karin. Nee, helemaal geen punt. Bij Kawaii. Ja, dus jullie zien het. Ik heb Bobby even. Mijn grote vriendje. Mee! Hij kan bij mij lekker gaan en staan waar hij wil. Het is een lekker makkelijk hondje om lekker even uit te laten. Ook dat. Ook dat. Het is weer lekker weer. Het regent niet. Ga je mee dan? Ja! Gaat hij weer even snuffelen. Het is zo'n lekker kind. Ga mee! Nee hoor, het snuffelt wel even lekker. Ja, kerel. Ga mee. Jawel. Jawel. Het is gewoon een leuk, klein, schattig, lief hondje. Hé, Bob? Kom dan. Kom dan. Ga je vrijdag naar de kapper. Plezier. Kom. Kom dan. Op. Hi. Hey. Jij wil lopen, zeg maar. Hè? Mijn auto. Ja. Hoi! Nou, Roos is nu net naar huis. Die had ook niet zo heel veel zin om in de vlog te komen. Dus heb ik ook weinig gevlogd, wat jullie hebben wel gemerkt. Dus, maar dat maakt niet uit. En ik ga nu nog even tv kijken, maar geen The Bold and the Beautiful, ook al staat het er nu wel op. Maar ik ga jullie wel alvast gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Doe een duimpje omhoog, abonneer en reageer en doe het belletje aan. En dan zien jullie mij morgen weer. Doei!